Je ziet het goed, je hoort het goed. We begeven ons in een andere wereld, namelijk de wereld van tabletoppers. En in deze reeks, hoop ik, uh, <laughs> van tabletocky naar tabletopper, gaan wij gewoon verschillende onderwerpen behandelen, waarmee jij uiteindelijk gewoon een fucking DD en ook andere tabletopgames baas wordt. Ben ik dan de, de tocky in dit geval? Ik heb hier bij me een tocky <laughs> yes. en een topper. <laughs> <laughs> nee, kijk, het hele ding is, ik, ik ben al het hele jaar lang bezig met deze game, D&D, Dungeons and Dragons. Ik ben... er zo diep in gedoken... Uh, dat ik inmiddels ook aardig wat geld erop... heb een stuk geslagen. <laughs> um, maar ik heb pas vier keer... de game fucking een rondje gespeeld. Echt? Dus er zijn zoveel... facetten aan D&D... waar je je helemaal in kan verliezen... zonder dat je überhaupt de game hoeft aan te raken. Dat ik zoiets had... van, oké, okay, ik ben heel enthousiast. Ik, ik hou er dan van om... andere mensen ook te enthousiasmeren... Uh, dus ben ik de Discord ingedoken, een hobbychat, en dat gaat nu allemaal over en weer met mensen die shit gepeint hebben, mensen die dingen gaan printen, mensen die printers kopen, mensen die vragen van, hey ik wil beginnen, waar begin ik? Dus ik had zoiets van, dat lijkt me vet, samen met wannes en aanhang. Uh, <laughs> ik gewoon... vraag me ook al de hele tijd af, waar begin ik nou eigenlijk? Nou, daarom zijn we ja. hier vandaag. Waar ja, begin precies. je nou eigenlijk? Of eigenlijk, um, dit specifieke geval hebben we het over Dungeons Dragons, er zijn natuurlijk legio... Tabletop games waar je ook uh, beginnend uh, speler kan zijn en ooit een keer mee aan de slag gaan of wil gaan. Zoals so wat? Uh, je hebt ook Pathfinder en zo. Jij weet misschien nog wel wat voorbeelden. Je hebt, uh, Pathfinder, je hebt uh, Star Wars, Fallout. Je kan in principe ja, in hebt, elke wereld heb je, je, al, denk, heb je al, een versie van ja. Maar dat is dan niet, te, want je hebt, ik weet dat je, ik zie wel eens in de, in de boekenwinkel, dat je van die Dungeons Dragons doos hebt met Rick en Morty en dat soort dingen. Maar je dat is niet ja. dat. Ja. Ja. Dat is ja. een ja. officiële ja. ook. Okay. Dat, is, dat is gewoon officieel ja. D&D. Ja. Ja. Maar, uh, dus ik had zoiets van: oké, okay, hoe vet zou het dan zijn als wij aan de hand van items ook mensen enthousiast kunnen maken? En dat er gewoon een beetje ook in de comments en natuurlijk nog verder in de Discord, in de hobbychat, uh, gewoon een discussie ontstaat. Van, Hé, hey, kan iemand mij hierbij helpen? Ja, natuurlijk. Ik help je daarmee. Kijk wat ik heb gemaakt. Wat vet en dit en dat. Dus vandaar uh, dat wij hier nu zitten en eigenlijk beginnen bij het hele begin. Uh, waar het voor elke speler begint: namelijk, hé, hey, ik wil aan de slag met DD. Hoe maak ik een character? Jui Brown. Zal ik dat even dan? Geef mij het antwoord hey, op die vraag. Ik wil aan de slag met Dungeons <laughs> Dragons. Hoe begin ik dan eigenlijk? Nou ja, je hebt natuurlijk de geweldige app. die inmiddels ook officieel onderdeel is van uh, Wizards of the Coast DD. Uh, uh, namelijk DD Beyond. Ik, nu gebruiken jullie al woorden die ik niet ken. Wizards of the Coast <laughs> is de maker van. Oké. Okay. En uh, DD Beyond is de app die nu is van. Um, maar die en Beyond, dat heb jij ook. Want, oh, want jij hebt daar. Ik, ik kijk, heb dit gebruikt. Maar dit was dus eerst fanmate en toen hebben ze het opgenomen. Ja, zoiets? Fanmate is, ja, is een heel groot, groot woord voor word. Een, een, een vrij groot bedrijf. Maar <laughs> <Okay>. <laughs> ja, het is begonnen gewoon inderdaad van gewoon, gewoon mensen die DD speelden. En dachten: oké, okay, het is wel vet om pen en papier te gebruiken. Maar het zou hmm. vetter zijn als ik dit gewoon online kan doen. En mijn te kunnen share en whatever. Okay. En heel overzichtelijk en heel duidelijk. Precies. En, en, en ook gewoon de dobbelstenen kan rollen gewoon in de app. Als je, je zou willen, inderdaad. Ja. Uh, en wat zo fijn is aan DD Beyond is ook gewoon: oké, okay, je ziet precies wat je opties zijn. En uitgaande van die opties, wat dan weer de volgende opties zijn. Of wat dan weer de restricties zijn. Nou, hier zitten wij dan toevallig te kijken naar gewoon het homescreen. Hier kan je bepalen van welke sources wil ik uh, gebruiken in het maken van mijn character. Ik zie overigens dat mijn muis, mijn cursor niet wordt meegepikt. Dus ik denk dat ik dat ondertussen nog even moet aanpassen. Dan kan ik meteen de eerste vraag stellen aan jou, Wannes. Wat is een mogelijk of een leuk uitgangspunt om überhaupt te beginnen met. Want hè, ik, ik, ik ja, kan best begrijpen, als jij wil beginnen met deze game, waar de fuck begin je mee? Ja, ja je kan natuurlijk gewoon beginnen met, met een, een, een uh, klassiek karakter. Ja. Dus als je denkt van, oké, okay, ja, Lord of the Rings is vet, laat ik gewoon, gewoon uh, Frodo maken. Nou, dan begin je met, met een, 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 een Hobbit Rogue bijvoorbeeld. Maar je kan ook denken, uh, fuck die shit, ik wil Batman. Echt? Ja, natuurlijk. Erbij met Ik wil maken. Batman. Ja, precies. Nou, dan, dan je wordt het iets ingewikkelder. Batman. Batman. ook goed. Um, uh, en dan kan je daar beginnen, maar je kan ook um, ja, iets breder kijken. Bijvoorbeeld zeg maar van wat, wat voor beroep wil ik zijn? Wat, of, of wat voor karakter, zeg maar eigenschap wil ik het omheen bouwen? Maar hoef je dan niet aan de lore van Dungeons and Dragons te houden. Het is, de, de lore zit in je hoofd. Weet je, je kan het, je ja. kan het uh, heel uh, groot gezegd beperkt houden en zeggen van oké, okay, ik beperk me tot D&D lore. Mm -hmm. Dus echt met, met de steden en de locaties en dan weet ik van wat die bekend zijn van de boeken die eruit zijn gekomen. Uh, je hebt bijvoorbeeld daar nu Spelljammer boeken liggen. Uh, motherfucker, dat zijn de meest recente boeken die er zijn. Voor um, een adventure in space. Maar je kan natuurlijk ook zeggen, ik maak mijn eigen, eigen omgeving, mijn eigen ding. Dat, dat heb ik gedaan. Mm -hmm. Gebaseerd op mijn eigen dorp. Een soort van medieval uh, fantasy versie van. Ja, een be ja, beetje zoals we vorig jaar in de kerstspecial nou, hebben gedaan. Ah, ja, dat wel. Inderdaad. Heb ik gewoon en zo kun je, je gewoon zonder. zeggen van ja. oké, okay, uh, de rassen gebruik ik wel gewoon uit de game. Uh, de regels natuurlijk ook. Dat zijn allemaal handvatten om jou gewoon te leiden door die game. Um, maar verder, ja, weet ik veel wat mijn achtergrondverhaal is of waar ik vandaan komt. Of ik nou uit uh, het daadwerkelijke Nederland kom of uh, van de, de soortcoast of de waar dan ook vandaan. Dat kan allemaal. Sigil. Ja, ja ik daar da blijft vanuit. Sigil, zeker. Ja. Sigil. <laughs> Sigil. klinkt eigenlijk best wel uh, Sigil. een stukje exotisch. Ja, dat zou ik ook goed eens ja, ja, allemaal doen. En, maar wat je zegt, ja, je kan, er zijn verschillende opties of verschillende invalshoeken waarmee je een kerk kan maken. Ik vind bijvoorbeeld heel interessant, inderdaad, vanuit een beroep. Uh, zo kwam ik laatst. We hebben, doen ook wel eens one-shots. Uh, laatst kwam ik op. Oké, okay, ik wil een kok zijn. Ik wil eigenlijk een beetje Eurokok Martins zijn. <laughs> dus een, 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 wie niet? een heel erg verontwaardigde kok. Ja, en daar komt dan vervolgens: Nou, wat past daar misschien leuk bij? Een goblin. Wat zou nou leuk zijn? Een goblin met twee pannen. Nou, ik had toevallig, heel toevallig. Want ik stuur natuurlijk ook altijd sites af waar ik uh, 3D-modelletjes op zie. Uh, een modelletje gezien van een goblin met twee pannen. Dus voor mij was dat al heel makkelijk een 1 een en een, een tweetje. Dus dat werd mijn kerkte. Hetzelfde geldt dus wat ik zeg over die 3D-modelletjes. Je kan ook kijken van oké, okay, wat vind ik een vet 3D-model? En wat zou hierbij passen? Als jij bijvoorbeeld hier kijkt, we hebben een aantal maar negen Ik ga je heel veel remmen, want ja. je gaat al vrij snel van hot naar her. De, de vraag was: waar, waar begin je? Dus ja. is het eigenlijk dan niet de eerste vraag die je moet stellen of je je eigen avontuur wil gaan maken? Of dat je een van de. De eerste vraag stel je gewoon aan de DM. En dat ja. is waar speelt dit avontuur zich af? Dus ja. als je wil dan beginnen dan je, heb je eigenlijk ja. het eerste wat je moet zoeken is een DM. Uh, zeker, ja ja ja. Ja, je kan ook in je eentje gewoon characters bouwen als je characters bouwen vet vindt. Maar mm -hmm. ja, ik neem aan dat het doel is om te spelen. Hoeveel characters en je DM DM mooi, kom je niet man. verder? Ik heb er echt 180 of zo. Fucking nerd. <bro. laughs> maar dit is uh, kijk uitgangspunt van je karakter, ongeacht wat de setting is, mm -hmm. uh, je, of je nou in space zit of niet. Je kan een kok zijn als je wil. Ja, ja, ja nee, dat begrijp ik wel. Maar ik bedoel, als je wil beginnen, is het wel belangrijk dat je mensen hebt. Op, dat is denk ik stap één. Ja, mensen vinden ja, die mede enthousiast zijn. Anders zit je in je eentje de hele tijd met je poppetjes te spelen, waar je niks mis mee is Nou, dat is ja. nog wel eens met mijn poppetjes. Ja. <laughs> maar um, ja, dus dat is denk ik. En dan ga je met je kerk aan de slag. Ja, het is wel iets wat je idealiter natuurlijk met een groepje van vijf man, één nee. uh, DM, vier spelers is. Ja. Uh, gaat spelen. Maar gaat kan je dan openen. ook gewoon bedenken bij jezelf. Weet je, ik ga. Uh, ik, ik weet eigenlijk nog niks. Maar ik wil de DM worden van mijn eigen verhaal. Of moet je wel echt op zoek naar iemand die er verstand van heeft? Ik, en die... ik ben precies voor het eerst gegaan. Ja. Ik, ik, heb, ik had nul kennis. En ik had zoiets van: oké, okay, fuck it. Ik wil een vette wereld maken. En ik wil dat mijn maten daarvan genieten. Mm -hmm. Op een leuke manier dat ik een. een ...fantasy versie van mijn eigen dorp neerzet en dat er daar, daaruit bepaalde herkenningspunten zijn. En tegelijkertijd dat het ook wel dusdanig fantasy is dat zij niet ineens uh, alleen maar bandieten aan het slaan zijn... ...maar ook gewoon gekke monsters en ja. weet ik veel, vuurdraken of wat dan ook. Um, maar ja, dat hoeft niet per se iemand te zijn die de meeste meteen de meeste kennis heeft. Dat is natuurlijk heel handig, want dan weet ja. je wat je kan verwachten... Um, en dan heb je ook iemand om je een beetje te geleiden door die eerste sessies. Uh, en naarmate het voordat zal het natuurlijk wel steeds meer vanuit de speler komen. Dat je wat meer begrijpt van wat er speelt en wat je kan en wat de mogelijkheden zijn. Ja. Um, maar ja, ik, ik ben ook vanaf nul gewoon ingestapt. En ik heb zoiets van: oké, okay, fuck it. Ik ga gewoon heel erg inlezen in de regels. Ik ben wel die guy die daar de tijd in steekt. En laat mijn spelers maar lekker spelen. Uh, het liefst heb je natuurlijk wel dat ze voorbereid zijn en dat ze. Weten wat ze doen. Ja, en dat als ze het even niet weten dat ze het mij vragen. Maar dat maar, lag jij nou. Maar, <laughs> maar heb je een probleem als je, als je. Ik heb laatst voor het eerst in 100 jaar weer een keer Risk gespeeld. En dan zit je de hele ja. tijd zo met, met de gebruiksaanwijzing erbij. Kut, wat mag dit eigenlijk wel? Heb je dat niet dat als je ja, zo en, begint dat je dan achteraf denkt. Lees, leest oh kut. Ik heb dingen gedaan die helemaal niet mogen. En is Ja, dit dan maar het maakt niet uit. Want het gaat, okay. het gaat erom dat je, zeg maar, samen een verhaal vertelt. En dan zeg maar, welke, ja. welke exacte regel je een keer hebt overtreden. Dan kom je gaandeweg wel achter. Ja. Ja. En dan doe je het de volgende keer anders. Weet je wel, dat, 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 dat maakt niet uit. Je moet er ook niet vanuit gaan dat je de eerste keer gewoon alles perfect gaat doen. Dat je de omgeving beschrijft en helemaal zegt van ja, dan vallen de blaadjes en wie hoort de wind? Vol talking gaan, ja. Ik waarschuw altijd voor vol talking gaan. Gewoon precies de nerfstructuur van elk blaadje beschrijven is niet zeg maar het leukste. Heb je een paar liedjes voorbereid ook? Heb je je stemmetjes voorbereid ook? maar als je dan misschien nog verder terug gaat, voordat je misschien zegt van oké, ik ga mijn eigen kerk maken. Je kan natuurlijk altijd gewoon een starter kit oppikken. Zeker. Uh, heb ik overigens meegenomen. Ben ik vergeten hier neer te zetten? Maar die starter set, daar zit gewoon een predefined avontuur in. Mm -hmm. Dan kun je zelfs als DM. Kun je gewoon pagina voor pagina zien van oké, okay, zij gaan hierheen. Ik moet nu dit stukje tekst erbij pakken. Zij gaan hierheen. Ja. Ik pak nu deze map erbij. Uh, ik kan nu op deze manier omschrijven wat hier gebeurt. Als zij dit en dit zeggen, heb ik deze antwoorden al voor ja. ze klaar liggen. Dus Vind. dan dat is ook een manier om spelender, lerenderwijs. Uh, gewoon die game te leren kennen. En dat is misschien nog. Ja, echt de, de soort van stap nul voordat je echt gaat ja. zeggen van ik ga mijn eigen shit doen. Er zitten zelfs uh, pre-generated characters in. Daarom. Er zit gewoon een vaste character sheet in met gewoon de basics. Die deel je uit. En, dan... en Die deel je uit. en dan, ja. dan is gewoon hier, jij bent... Uh... Ja, jij bent Frode, jij bent Aragorn, ja, jij bent Legolas. Ja. Is dat dan ook wat jij doet voordat je hier gaat zitten als DM? Dat jij ook al, al die opties uitschrijft? Of is het ook dat je af en toe gewoon gaat freewheelen en denkt... Ik heb, het, het, is bij mij, het, het was eerst echt zeg maar, dat ik 80% denk ik voorbereidde. Hmm. En dan 20% was gewoon improv on the spot. Inmiddels is dat ongeveer omgedraaid. Okay. Inmiddels is het gewoon dat ik, ik heb ik heb een brede lijn heb ik in mijn hoofd zitten en heb ik uitgeschreven. Hmm. En de rest uh, uh, is, doe je een beetje samen met je spelers. Want het, is, het hangt er maar gewoon af wat zij jou geven, ja. uh, okay. waar je mee te werken hebt. Ja. Vet. Nou ga ik jou de vraag stellen, Yui. Ja. Als jij dan uh, een kerk gaat maken. We hebben natuurlijk een soort van jouw kerk voor onze campagne een beetje voorgekoud aan jou. Nou, dat uh, is helemaal niet waar. Omgedrongen. <laughs> <laughs> en je hebt dat het je zo. eigen gemaakt. Dat moet ik wel zeggen. Ja, dat is fair. belangrijk. Je moet het je eigen maken. Want anders, is het, anders rok je hem niet natuurlijk. Um, maar wat, zou, wat is voor jou bijvoorbeeld een, een interessant startpunt om te zeggen van oké, okay, ik wil een kerk te maken doe ik dat op basis van baan of nou ja, een modelletje. Wat ik je gezien heb is in jouw geval misschien niet helemaal relevant op dit moment. Maar uh, iets wat je al kent of, of uh, een, misschien wel een persoon die je kent. Nou ja, bij mij kwam het een beetje op dat Jelle me altijd een jup noemt. Eh, omdat ik ga ro <laughs> recyclen en met een toadberg door de stad loop. Zeg maar. Dus ik dacht, en, maar ik wilde ook heel graag een stoere kat zijn. Dus ik dacht, wat als ik nou een soort van identiteitscrisis heb doordat ik mijn kattenballetjes ben verloren. Dat ik niet zo goed meer weet of ik nou een stoere kat ben ja. of een... Of een Juppige, ah, nou ja, juppige kat die, die eikelt, oftewel spit. Dat, uh, misschien hebben bepaalde juppen ook wel een bepaalde existentiële crisis. Natuurlijk. Ja, precies. Ja. Um, Zijn die dan een ballen verloren? Is dat een beetje de, de onderliggende? <laughs> dat is de vraag. <laughs> Oeh, dat gaat nu wel heel diep. Ja, dat ja, is precies. maatschappijkritiek eigenlijk. Ja, van de eigenlijk bovenste. Wel, eigenlijk ja, begin ik daar, daar, daar vaak bij een onder. stukje maatschappijkritiek. Ja, precies. Maar oké, okay, wij kunnen natuurlijk nu zeggen: van uh, oké, okay, we, uh, we hebben die en die uh, Beyond erbij gepakt, uh, we gaan jouw kerk namaken. Ja. Uh, ik heb hier toevallig een Tordel omdat ik een testkerk had gemaakt met een Tordel. En ook een hele vet heb gerokt met een Tordel trouwens. <laughs> uh, ja, daar was jij bij, ik. Zeker wel. Um, maar wat, ja, jij hebt natuurlijk nu dan uh, de. Even kijken, waar ben je, waar ben je, waar ben je, waar ben je, waar ben je. Want we hebben nogal wat opties. Uh, wat, je hier, wat je hier overigens ziet: dit zijn de vrijgekochte rassen. Moet ik wel even erbij zeggen. Je kan gratis DD Beyond induiken. Dan heb je wel een beperkt aantal rassen waar je uit kan kiezen. Uh, Wannes die is gewoon zo'n nerd die alles koopt. Ja, precies. Wat je hier ziet is de eerste enorme deuk in mijn portemonnee. is eigenlijk wat je... Wat je ja. <laughs> ja. Maar dit is ook waar wel... We en dat is, wat, dat is wat ik vooral erg had. Ik vind alles voelt... veel of zo. Het is best wel angstaanjagend ja, ja. als je, de, als je dat begint. Dat kan voorstellen, de, ja. als je voorstellen, ja. De, je, ja. De, ja. Je, je bent een tabaksie toch? Of niet? Ja. ja. Daar ben ik. Okay. Uh, wel de... Niet de Legacy, wel de nieuwe, uh, Hij is vrij wat zelden. Oké. Okay. Change race. We zijn okay. een tabaksie. Tabaxi... tabaxi uh, Katten, vlugge katten, bekend om hun snelheid. Uh, nou ja, ook bijvoorbeeld uh, een, een uitgangspunt. Je kiest een ras, je denkt van oh, dit ziet er wel grappig uit. Nou, dit zijn bijna een soort van de kajit van de Elder Scrolls. De vlugge, wel, stelende, ja. Ja. mischievous uh, katjes. Nou, precies. Huey has mag, ik, mag ik nog wat vragen? Ik, ik zat daar namelijk straks over na te denken. Want ik, ja, ik heb niet de hele vorige aflevering nog teruggekeken. Zeg maar. <laughs> dus ik kan me voorstellen dat, dat ik ondertussen alweer nieuwe karaktereigenschappen heb bedacht. die eigenlijk helemaal niet kloppen bij wat ik de vorige keer speelde. Ga je dan als DM Ze net, zeggen van uh... ja, maar dit. Dit, is, dit slaat nergens op. Dit klopt. Zijn niet zijn het je. zeg maar gewoon uh, uh, persoonlijkheidseigenschappen. Ja. Ik bedoel, personen zijn in principe al veranderlijk. Ook in elk verhaal, zeg maar, groeien. Is het ja, maar ik dacht idee? dat ik dit wel leuk zou vinden. Dat, dat ik als kat, dat ik dacht dat ik nog acht levens over had nadat mijn ballen eraf zijn. Dat ik maar eigenlijk nog maar zeven heb. En we gaan kijken hoeveel levens je nog over hebt. Dat zal <laughs> blijken. Dat zal blijken. Inderdaad. Dat dat en blijken. Of jij überhaupt ja. je ballen ooit terug gaat krijgen. Ja, dat precies. Zal ook nog Daar, dat, daarom ben ik deze klus begonnen om, om een kattenbal terug te krijgen. Uh, ik, uh, ik heb jou iets beloofd. Ja. Maar, uh, ik zeg niet ook ja. aan die ballen gaan komen. <laughs> maar kies gewoon een human ball. Ja, maar, sorry. Ja. Ja. Nou ja, er staan natuurlijk een uh, heel, heel, heel scala aan, aan uh, opties bij. De uh, creature type. Uh, nou ja, dit zijn niet per se opties, maar dit zijn meer een omschrijving van wat je bent. Je bent een humanoid, oftewel je loopt op twee benen. Je uh, size. Basically. Volgens mij, deze mag je inderdaad kiezen in het geval van de tabaksie. Ja. Uh, is hij small op dit moment? Uh, in, dit, in dit geval heb ik naar de, de, de mini gekeken, want dat was eigenlijk de enige informatie die ik had. Toen ik, Zet uh, hem daar even neer op de highlights. Op. Op. Ik moet er wel bij zeggen dat ik ook niet, ik wist niet, ik had, ik, ik wist ja. niet dat ik jouw informatie moest doorgeven. Ja, daar, de hebben vorige keer. Keer. daar hebben we hem gewoon. Hij is nog niet helemaal af. Nee. <laughs> to ik be continued. Ik heb, heb mijn best continue. gedaan. Ja, precies. Dat als, dat ik in, als ik ooit een dag vrij heb de komende tijd, zal ik misschien uh, de backup uh, die ik heb uh, gaan verven. Da heb je er maar. nog eentje? Ja, ik heb het twee geprint in jouw geval, want ik wist wat er ging komen. <laughs> Dank je <laughs> uh, Maar hij is small ze, in ieder geval. Kan je ze, ja, als, je als beginnend gaan, speler, ja. en stel je bent zoals ik, dat je niet heel goed op kleine dingen kan schilderen, kan je ze dan ook gewoon voorgeschilderd krijgen? Uh, die bestaan, maar dat zijn wel vaak de wat duurdere poppetjes. En dan heb je meestal iets van je, kan het meer eigen maken als je zelf. Je, ja, maar je moet het wel, je moet het maar net kunnen je kan het voor afscharen, maar die zijn over het algemeen heel lelijk, zeg maar. Of je betaalt iemand om hem te schilderen, dat kan ook natuurlijk. Dat, dan krijg je echt nog duurder op. Maar dan betalen we echt goudgeld, ja. Is dat duur, ja? Oké. En als je dan zo'n zo'n basispakket koopt, heb je dan ook de poppetjes erbij of is dat weer? Er zitten geen minis bij. Oké. Wat vaak wordt gedaan is is als er geen minis worden gebruikt, worden letterlijk dobbelstenen gebruikt om je mini aan te geven. Ja. Om jouw de positie aan te pakken. En daar moet je aan denken bij de prijzen van, van, dit, van dit. Zulke. Ja, van dit eigenlijk gewoon. Als je, of je printen natuurlijk. Uh, het is ja, dit is lastig. Want dit zijn allemaal geprinte minis. Mm -hmm. uh, maar als je de prijs van bijvoorbeeld die grootste in het midden meeneemt. Hier die draak. Uh, daarvan uh, was uh, de mini. Was onderdeel van een pack. Die was 7 euro. Mm -hmm. uh, en het printen dezelfde van is denk ik een eurotje of vier Vijf aan, uh, aan hars, wat erin zit. Okay. Maar ja, als je bijvoorbeeld maar kijkt naar. Je hebt naar ook die... van die tabletop winkeltjes waar je dit gewoon koopt. Ja, dan zijn ze wel structuren. Oké. Okay. Ja. <laughs> maar ja, dat is een beetje de investering die je maakt als, ja. je, een, als je een printer koopt. Uh, vooral met grote prints haal je je geld eruit, want dat scheelt je gewoon heel veel, heel veel doek. En heb je nog niet 3D-kleurenprinters? Uh, nee, dat uh, is ook heel lastig, denk ja, ik. Ja, je hebt ze wel, maar dan zijn ze niet maar heel geen haars, uh, gedetailleerd. Geen dus hars. Dan heb best je, dan een, heb je print, een stukje rood, een stukje groen. Ja. ja ja, ja okay. precies. Nou ja, als we nog even verder kijken op deze pagina. Het is nog steeds een soort van de standaard race page. Uh, waar je ziet uh, wat je speed is. Je speed is het aantal vakjes wat je kan lopen. 30 feet is dus zes uh, vakjes. 6 keer 5. Maar je hebt ook een, uh, een climbing speed. Dus, dus zeg maar niet, niet elke, ja. elke uh, ras heeft zeg maar, ook een, een climbing speed. Bij zijn speed staan. Dus jij kan eigenlijk even snel kan je, kan je gewoon de muur oplopen. Ik schrok ervan. Uh, als, dat je, <laughs> als dat je gewoon uh, uh, überhaupt kan Zonder lopen. dat het een verdere penalty oplevert. Ja. Uh, inderdaad. Okay. Uh, maar dit, dit ziet er allemaal, dat ziet er ook vrij uh, set in stone uit. Dus ik ga niet, dit dit is ik ook ga set. In leffelen, stone. Dit ik niet, gewoon. Wordt nooit meer sneller. Jouw ras, dit is jou het jouw ras van je klasse af. Maar in Genie. principe niet. Nee. Okay. Ja, je had ook voor een mon kunnen kiezen, en was je al. Ik heb niet. Wel... Ge je doet, ik doet net alsof een keuze heb gemaakt. Ja. Geloof <laughs> mij, Drew. Het is fucking hard. <laughs> ja, dus, ja uh, dit is, is echt hard. een van de beste lastige dingen. Dan staan er verder nog wat, uh, wat andere dingetjes. Je hebt uh, proficiency en perception en Stealth, Nou, dat is precies wat. Jelle, eigenlijk had moeten hebben, maar oké, okay, uh, dat heeft hij volgens mij ook. Um, dark Vision. Je ziet in het donker. Dat is. Ik moet zeggen, dit vind ik lastig toe te passen. Um, in ja. een, als, als DM zijnde. Maar dat is misschien niet iets voor nu, maar ik. De, ja. Is het niet als we een God inlopen dat jullie allemaal zeggen. Ah, dat ik zeg. Ah, ja, oké, okay, nee, maar dan het er, is toch... uh, Je kan er hele vette dingen mee doen, zeg maar. Want er staat ook. Uh, you discern colors in darkness uh, only as shades of grey. Mm -hmm. dus je ziet eigenlijk. Uh, als het donker is, zie je eigenlijk alles in verschillende tinten grijs. Mm -hmm. um, maar dat kan. Uh, ik heb wel eens iemand gezien die, heeft een, die had een puzzel gebouwd. Uh, uh, volledig in het duister. Dus iedereen zag eigenlijk alleen maar in het grijs. Iedereen die Dark Vision had. Uh, maar een van de, 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 de sleutels om de deur open te maken, die had een kleur. Maar is het, dus moet je me niet dan voorstellen dat iedereen aan tafel een, een, een zwarte bril op krijgt? Waardoor nee, je nee het is ja. niet. In principe <laughs> zie je gewoon wat je ziet. Maar je moet, het is veelal het is, van, van, je, van je fantasie zeg maar, om, om dat te bedenken. Ja. Hm. Ik, ik moet nu zeggen, ik zie nu een, een van jouw perks als, uh, als uh, tabaksy zijn dat je, dat je gewoon als jij beweegt in combat, dat je eenmalig uh, je snelheid, oftewel het aantal vakjes wat je kan lopen, kan verdubbelen. En dat komt weer terug op het moment dat jij een uh, beurt niet hebt bewogen. Nou, jij als spelcaster zal vast ook vaak op één plek staan om iets te gooien. Dan zou je bijvoorbeeld kunnen zeggen, oké, okay, volgende beurt beweeg dubbel. Hmm. Zodat ik de beurt daarna weer positie inneem en niks toe. En ja. dan heb je die, die plek ja, weer opnieuw. Je, je boekt hem gewoon 60 feet. Dus je, ja. bent, je bent in één keer echt mokersnel ergens anders. Ik uh, ga proberen het te oh, onthouden. <laughs> Deze er nog trouwens, de ability scores uh, increase, dat is omdat die nu allemaal open zijn in verband met de, die, die geüpdate uh, rassen shit, toch? Dus ja. je echt dat, dat die minder uh, vast staat. Maar ja, wat die... ze hebben geprobeerd te doen, is zeg maar, um, vroeger kreeg je standaard bij ras, kreeg je gewoon, weet je, alle tabaks die hebben plus 2 in dexterity, dus ja. die zijn gewoon heel handig in de handen. Ja. En ze hebben plus 1 in, uh, ik weet niet meer wat het was, maakt niet uit. Wisdom, ja. laten ja. we dat zeggen, volgens mij. Ja. ja. Um, uh, maar inmiddels, omdat ze zoiets hebben van, oké, okay, we willen dat al onze spelers zich vrij voelen om, om het karakter te bouwen wat ze willen bouwen. Kan je dat gewoon vrij, vrij uh, gebruik, zetten waar je het wil zetten. Zodat je niet alle tabaksjes altijd heel handig zijn met hun handen. Precies. Maar uh, over het heel intelligent kunnen zijn of iets dergelijks. De ene tabaksie is de andere niet. Misschien, Misschien is de ene wel opgegroeid uh, zonder dat hij veel hoeft te rennen. En de andere is juist heel erg daarmee bezig geweest. Dus, uh, dus ik snap best wel dat het een beetje open is gehouden. Ja, niet. ze hebben de keuze een beetje meer richting beroep geduwd. Zeg maar. Gewoon, Wat doe je voor je kosten? Hier zien wij uh, de klasses waar je uit kan kiezen. Uh, variërend van uh, een, een beuker, een barbarian, uh, tot de, de vlugge rook en de, de spelcasters die hieronder uh, veelal staan. En jouw klasse natuurlijk, de druid. Is dit wel allemaal vrij? Uh, dit is uh, oh, volgens mij Alle klassen, ja. behalve de artificer geloof ik, zijn in principe uh, vrij op D&D Beyond. En wat is een, een artificer? Een artificer, dat is een beetje... Uh, ik zat zelf de, de Batman noemen onder de klas. Dat is degene die gewoon. De sleutelaars. Al, de sleutelaars, de tinkerers, de engineers. Ja. Die gewoon zelf shit bouwen. Zelf magic items maken. En daarmee uh, iedereen kapot schieten. Ja. Okay. Maar wij, uh, wij zijn hier natuurlijk uh, met de uh, uh, favoriete klas, de Druid. En de Druid is een. Uh, ja, ik, ik, ik vind het altijd een beetje de, de, de bosmagiers. In principe oh, wel, ja. Magiers. Het is een beetje. Ja, dat ja. kan ja, ook. Voor. <laughs> <laughs> Niet de bos. <laughs> De Boss Mage. Uh, ja, en ook hier zie je weer. Uh, ik kan me dit niet herinneren. Hebben jullie dit de vorige keer voor mij gedaan? Ja, ik heb dit allemaal voor jou aan. gedaan de vorige keer. Thanks. Ja, ja precies. <laughs> uh, ja, ja, je kan je vasthouden aan het standaard aantal uh, hit, dice wat je, of, uh, hit points wat je krijgt. Uh, dat is dan altijd plus 5 in dit geval. Uh, of je gaat ervoor rollen. Ik vind. Rollen grappig, maar het kan heel erg in je nadeel werken. Ja, ja Jelle gaat niet rollen, denk ik. Want dan krijgt hij gewoon een rolt die op elke D8 en 1. E, laat en dan laat dan jij mensen kiezen als ze level hebben? Ja, van mij mag je het zelf weten. Want het, uiteindelijk is het averages out, zeg maar. Het is, het is een gemiddelde. Ja, dat is waar. Uh, ze hebben wel vijf, zeg maar. Als je echt heel erg wil optimizen, dan kies je eigenlijk altijd voor gewoon de, de, de standaard HP per level increase. Ja. Omdat je, het is afgerond. Dus je gaat altijd één, dus één HP'tje meer heb je gemiddeld gezien. Precies. Maar goed. Uh, daaronder staat de proficiencies, nou je proficiencies zijn... En die de... zijn mij weer even kwijt, moet ik heel Ja, dat zeggen. kan ik me voorstellen erbij. <laughs> Als ontwetende kijker hè, okay. niet uh, niet. Ja, ja dan, dan, dan vind ik dus wel dat we het goed uitgelegd moeten hebben voordat we verder gaan. Uh, ja, in dit geval, jouw standaard HP is 8. Ja. Elk level dat je omhoog gaat. kan je zeggen, ik gooi één dobbelsteen van 8 zijdes om te kijken hoeveel HP ik omhoog ga door mijn level up. Ja. Of je pakt standaard het gemiddelde van 5. Oké, okay. cool. uh, Er zijn ook klassen waarbij je 1 d 10 mag rollen. En dan staat volgens mij 6 als gemiddelde, denk ik. Uh, ja, het was de helft plus 1. Dus één. als we nu het gemiddelde zouden nemen, ik ben nu level 3, volgens mij mogen we allemaal. dan ben ik dus nu 18. Uh, plus je constitution man of waar. het is ook nog. Uh, uh, je, hebt, je hebt nog een stadstak, constitution. Dat is gewoon hoe gezond je bent. Je weerbaarheid. Ja. ja. En de, die <laughs> mag je er weer. Nou, opzetten. die ligt <laughs> heel laag. <hard>. Ja, <laughs> dat 2. <de> <laughs> Uh, dan gaan we door naar proficiencies, oftewel de dingen waar jij proficient mee bent. Of de dingen waar jij goed uh, mee bent. In dit geval is dat uh, ja, Light Armor, Medium Armor, Shields. Dat zijn de dingen die je draagt. Uh, qua wapens zijn het de simpele wapens. En je hebt nog simpele wapens en je hebt Martial Weapons. Um, martial Weapons doen meestal net iets meer damage, maar dan moet je dus wel proficiency hebben. Um, standaard de tools voor jou dan de Herbalism Kit. Want het past nou eenmaal bij een Druid. Je uh, saving throws en intelligence en wisdom. Die zijn belangrijk als er bijvoorbeeld een spel tegen jou gecast wordt en er wordt van jou gevraagd. Hé, hey, Joey, uh, ik wil dat jij een intelligence saving throw gooit. Nou, als jij dus ja. proficient ergens daarmee bent, dan uh, krijg je daar een plus 2 in het begin. Dan krijg je daar plus je proficiency bonus en die schaalt met je level, zeg maar. Proficiency bonus geldt dus ook voor de dingen uh, die je hier verder ziet staan. Dus alle, ja. alle clubs doe jij dus ook plus je proficiency bonus, in dit geval plus 2. Uh, en qua skills geldt dat ook, als jij zegt van oké, okay, ik ben een medicijnman en een natuurman, alle situaties waar jij in terechtkomt, waar de DM van jou vraagt van oké, okay, rol voor mij een nature check, dan uh, tel je daar je Proficiency Modifier bij op. En uh, dat klinkt allemaal heel lastig, maar in, in, uh, in de werkelijkheid is het super makkelijk, want D&D Beyond berekent dat allemaal door en zorgt ervoor dat jij gewoon... Gaat rollen en dat je precies ziet: van oh, dit mag ik er wel ja, optellen. Je ziet het het gewoon op je sheet: zeg maar, zie je een plus. Als ik vraag: helemaal hoeveel, hoeveel nature? Dan zoek ja. jij nature op en dan staat er plus 2. Je hoeft en dan eigenlijk zelf nooit echt rekensommetjes te maken. Want... Ja. Weet jij dat wel als jij een verhaal gaat schrijven van tevoren, dat je daar rekening mee houdt? Van oh shit, hij is heel goed in nature, dus ik ga nu niet een moerasmonster op hem afsturen. Maar dan... Ik doe het meestal andersom, zeg maar. Als ik. Ik wil gewoon dat mijn, mijn spelers shine. Dus je wilt zeg maar dat als je een druid hebt die zich echt die helemaal gespecialiseerd heeft in nature. Ja. Dat het when, that it comes up. Want anders dan, ja, waarom waar, waar spelen we dan samen? Ja, oké, okay, maar ja. Ja, je houdt er in ieder geval links maar of rechts zekere, om rekening mee. Zeker rekening mee. Ja. Ja. En met combat balancer ook al helemaal, want anders dan ga je gewoon dood. Ja. <laughs> en, en, en je kan op die manier ook zeggen: van oké, okay, ik heb nu een sessie gehad waarbij Jui niet helemaal tot z'n recht kwam. Ik ga de volgende sessie juist iets doen met ja, dingen waar hij goed in is, zodat hij juist even zijn shine kan pakken. Dat was ja. goed tot mijn recht. Ja, onverwacht. Want ja, jij je was, je was niet de damage dealer. Je hebt wel de damage, <laughs> damage gedaan, klopt. <laughs> <Ja, laatst. precies. laughs> um, als we dan nou even kijken naar spellcasting. Voor uh, alle spellcasters. Dus voor uh, de mages, of de uh, wizards, en de sorcerers en de uh, warlocks. En dus ook de druids. En uh, de paladins, volgens mij ook een zeker Moeten thing. we niet die nu kiezen ook? Uh, nee, dit is, is ook predefined. Oh, deze De yeah. proficiency. Ja, yeah. wat what is nou iets? Wat jij denkt, oké, okay, dit uh, gaat mijn, mijn kat met zijn achtergrond nodig mm -hmm. hebben. Ik zou graag um, de skills willen. De, de oh, wacht. Oh, wacht. Dit, oh, dit is niet, dit. Ik dacht dat je een van die bovenste moest kiezen. Um, in, ik wil wel graag insight. Insight is zeg maar hoe goed jij mensen kan lezen of ze liegen of niet. Ja, ja precies ik, dus het lijkt me wel leuk dat ik dan heel erg in de war ben over wie ik zelf ben maar dat ik wel anderen heel goed doorheb. Je, je, ja, je bent een ja, yogi je bent een yogi <laughs> ja, dus je ja. hebt mensen <laughs> mensenkennis ja. oké okay, ja, insight ja zeker in uh, in uh, daarnaast ja, je, ja, ergens ben je natuurlijk een beetje van de natuur en dergelijke maar dat moet je zelf weten arcana um. is uh, kennis van uh, magie ah dat lijkt me wel handig als druid op zich mm -hmm. um, animal handling wat heb je dan kan je dan honden ja, als je oproepen. een hond tegenkomt en maar die is heel boos, dan, kan, je, dan uh, uh, kan jij hem wellicht kalmeren. Of als jij een stier probeert te temmen. En waarom ja. staat er achter survival? Fisher, ja, dat dus is je... een achtergrond die nu nog uh, aanstaat, maar die, daar moet je even niet op letten. Dus okay. uh, survival is, is uh, volgens mij met: uh, oké, okay, ik wil wat dingetjes plukken. Wat ja, maar, ik ook tegen? Uh, uh, zeg maar gewoon het uh, survivalen, gewoon overleven ja. in het wilde, in de wildernis. Maar ook, ook bijvoorbeeld uh, als, een, uh, als je tracks van een of ander iets uh, ziet, zeg maar, hoe snel je die vindt en of je die kan volgen, dat soort ja. dingen. Oké, okay. um, ik ga voor. medicine. Medicine. Omdat ik jullie ja, ooit ah, wil redden. Omdat jullie, terwijl jullie mij me allemaal dood willen. Uh, nou ja, spellcasting <laughs> is. Uh, even kijken. Um, is in jouw geval. Dat, gaat, dat is altijd belangrijk dat je even kijkt naar je spellcasting ability. Voor de Druid is dat wisdom. Dus jouw wijsheid, daar trek jij je magische kracht van. Mm -hmm. uh, dus wat je wil tijdens het maken van je karakter, waar we straks komen. Uh, is dat jouw wisdom gewoon hoog is. Ja. Weet je, pak een beetje 16 ja. tot 18 en als het even kan hoger. Uh, 18 kan je niet meteen krijgen, 17 gaat nog wel lukken. Um, maar goed, dat zijn, daar moeten we dus op letten. Dan heb je hier binnen, binnen je, je, uh, je class tab, heb je ook nog je spels. Mm -hmm. um, en die zijn in het geval van de Druid zijn ze eigenlijk altijd allemaal... Is het gewoon één hele lijst? Ja, de Druid heeft altijd de volledige lijst uh, uh, prepared. En als hij gaat slapen, dan kiest hij uit de lijst zeg maar, welke, welke spells hij zou willen casten de volgende ja. dag. Dus je, hebt eigenlijk, je moet het even zien als een soort van... Ik heb een hele grote rugzak vol met spels. Je spells. mag het allemaal, maar ik mag hem maar per potje of per ding... Mag per ik avond. Ja. Als je gaat slapen kan je zeggen van... Oké, okay, ik trek nu even deze spels tevoorschijn. In de ja. game ga slapen, of... nee, stel, the game je slapen? Stel je hebt in-game. Uh, Oké, okay, we hebben gegeten, we gaan slapen in een heuburg. Uh, nou, dat dat, ja, dat we de vorige keer vergeten zijn... dat we heel enthousiast de hel in sprongen. Waardoor ja, we niet, exact, ja. geen <laughs> HP gewidjand <-gebudget laughs> hebben. Nee, inderdaad. Uh, en dus heeft de, de Druid hier een hele lijst verschillende dingen. En dat, dat zit een beetje... De Druid is Vooral van enerzijds healen, anderzijds een beetje control. Mm -hmm. De battlefield een beetje controlen, moeilijk terrein maken voor enemies, dat soort dingen. Ja. Uh, maar, maar voor de andere klassen andere, uh, of rassen is het dus vaak zo dat je um, de drie kiest of vier en dan is het klaar. Uh, als je bijvoorbeeld kijkt naar een wizard, die haalt zijn magische kracht uit de boeken waarvan hij geleerd heeft. Mm -hmm. uh, dus die kan eigenlijk die kan uh, uh, spels leren. Dus die leert ze, die schrijft ze eigenlijk in een soort van groot boek. En, en vandaar het is wel hetzelfde verhaaltje, toch? Dus dat je ze ook prepared. Een uh, wizard prepared ze ook vanuit van alles, volgens mij, wat in zijn spelboek staat. Ja. Maar ja, ja die, die kan dus... De, dan kan de DM zeggen van, oké, okay, er ligt hier een scroll en een scroll maar, van uh, dit en dat. Uh, maar ja. die scroll kan hij dus overnemen je in zijn op, boek. Zembaar, ja. Waardoor je niet een vaste lijst aan spels hebt, maar een soort van heel erg veranderlijke lijst die je... Naarmate het avontuur uh, verder gaat, steeds meer dingen tegenkomt. En een oud boek van dit, en daar staat deze spel ja. in. Nou vet, ik ga deze een hele nacht over, overschrijven. En dan staat hij ook in mijn eigen boek. Zo moet je dat een en beetje een, zien. Een sorcerer bijvoorbeeld is gewoon internet magisch. Die is gewoon, ik kan gewoon shit. Alles. Dus elk level kiest hij gewoon welke spels hij wil. Ja. En, maar hij kan dus ook niet van spels wisselen. Ja. Want het is gewoon, ja. Elke klas Eigenlijk ben geboren. ik dus best wel empowered wat dat betreft. Mijn druid. Zeker, ja. nee het doet het en, en, deze Helemaal dat je gewoon eigenlijk elke avond de vrijheid hebt... om binnen deze ja. best wel grote lijst uh, ja. te kiezen wat je wil. Weet je, vraag de dag om uh, animal friendship. Omdat je weet van, maar, we gaan de volgende dag een bos in... waar we dieren tegenkomen. Fuck it, doen we dat. Gaan we, ja. gaan we ergens uh, een of andere puzzel oplossen... die vraagt om detect magic. Fuck it, prepare die. Maar kan je dan als je hier binnenkomt als uh, magier... of als iets anders waarbij dat... staan er dan minder... Soorten spells. Of moet je spells, die dan toevoegen? Of hoe? Het is per klas. Wordt eigenlijk. Uh, het, wordt, het wordt je niet eens uitgelegd, want het is er gewoon. Dus uh, bijvoorbeeld als ik een fighter zou zijn, zou deze hele tab er niet zijn. Dat okay. hele spelsding zou er niet zijn. Als jij een, uh, een sorcerer zou zijn, dan staat er een, een kleiner lijstje, maar wordt die per level gewoon die lijst groter. Ah. Dus, dus de app zelf, die fixt voor jou al de meest overzichtelijke manier om jou te laten zien van, met jouw klasse kun jij dit nu, okay. volgende Kies. level of Zet. dit level kiezen. Duidelijk. Uh, we gaan dit level even niks kiezen, want we gaan door naar abilities, want we hebben nog een paar dingen <laughs> te doen. Um, <laughs> ja, point by. Uh, er zijn een paar verschillende manieren om je uh, attributes te kiezen. Je attributes als zijnde: wat is mijn kracht, wat is mijn vlugheid, wat is mijn weerbaarheid, wat is mijn intelligentie, wat is mijn wijsheid, en wat is mijn charisma. Um, in jouw geval, ik zei het al, wisdom is jouw uh, jouw soort van main selling point, uh, mm -hmm. omdat je daar ook je, je magische kracht uit haalt. Dus jij wilt je wisdom zo hoog mogelijk hebben. Ja. Nou, uh, wij kunnen hem niet hoger dan 15 krijgen in dit geval. Want dat is uh, wat je met point by zo hoog als je kan komen. Volgens mij met alle anderen ook. Behalve als je manual roll doet. Je kan inderdaad je... ook gewoon manual roll doen. Die, dit is, dat is uh, hoe ik de, de eerste keer heb gedaan. Maar dan heb je gewoon het risico dat je of echt een poep karakter maakt. Met het, hoe je manual, je kan het wel even laten zien. Als je ja. gewoon naar, naar manual roll gaat. Ik zal ze even allemaal resetten. Uh, je, je rolt zeg maar uh, uh, 4d6. Ja, en dan, dan komt daar... De, de hoogste drie mag je mee pakken. Dus ja. 555 maakt 15. Waar ga je die 15 aan uitgeven? Nou, één van die. Gewoon wat je hebt staan. Het de website. Oh, vette website. Uh, daarom. Dit ja. maakt het allemaal heel makkelijk voor je. 15, 14. Wat hebben we nog meer? 13. Voor nog is het... Gemiddeld tot hoog eigenlijk. 16. Je hmm. hebt echt sick gerold. En <laughs> 14. kan Dit is iets wat je wil hebben. Ja. Eigenlijk. Ik nou. wil het als voorbeeld gebruiken om te laten zien van, oh ja, dit is eigenlijk best wel kut. Want je kan ook een kut dus je, 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 je kan ook <laughs> zeggen van, ik, ik ronde 3-3 en dat is 9. Ja, dan past die maar 9 Je kan maar maar het natuurlijk ook zo vaak doen als je wilt, toch? Je kan ook gewoon... Ah, nee, ja, ja, als jij streng bent. Je één keer. Zeg maar. Maar niet f 5 Nee, als je DM ben ik hier gewoon streng op. Ten eerste houden ja, okay. we dat nooit op zou Dan zouden we dit engine. met z'n allen ja, op het begin doen. Ja, ja in jouw geval Wisdom. Je wilt Wisdom het hoogste. 16 is je hoogste, dus dat is je Wisdom. Maar jij moet die karakters van tevoren toch al weten? Wel. Dus ja, meestal doet doe toch je, niet op doe de je avond. een 16-0. Dus dan ga je met z'n allen gewoon je karakters je bouwen. En dan, uh, en dan, dan je een praat je ook van, van elkaar wil, uh, zeg maar. uh, ja. ja precies wat elkaars backstory gaat zijn, hoe je die met elkaar wil verweven of juist niet. Zeg maar. ja. Ja, dat kan je dan allemaal Vets. beslissen. Uh, dan hebben we nog de andere. Ik denk dat dexterity, vlugheid in zijn geval, uh, niet geheel onverstandig is. Uh, nee, zeker ook qua... qua dit is de ook de tegelijkertijd de. Uh, je AC, zeg maar je armor class, dus hoe goed je geraakt wordt of niet geraakt ja. wordt. En jij gaat niet voor heavy armor, want dat kan niet, dat doet het. Nee. Precies, dus een dekse dan de 15. Uh, 14. Ben je charismatisch? Ja. Heb je daar heel veel aan als jij een team hebt ik waar je een warlock hebt waar je ik doe me anders voor dan wie ik ben, dus dat daardoor lijkt ik heel charismatisch. Ja, Hij is niet charismatischer ja. dan jij uh, <laughs> yes. in dit geval. Yes. Oké, okay. uh, ik denk dat het verhaaltechnisch het meest logisch zou zijn... als strength jouw laagste punt is. Mm -hmm. Want hè, je bent een kat. Als je iemand jou een schop voor je flikken geeft... dan kan je dat minder hebben dan iemand anders. En nou, als jij, nu kan ik een prima, sorry, ik moet zo meer. Als jij een schop uitdeelt... dan komt het waarschijnlijk minder hard aan... dan wanneer Koos dat doet. Zeker. Um, maar ja, 12 is alsnog prima, want het is plus 1. Um, je moet het trouwens zo zien. 12 is plus 1, 14 is plus 2... 16 is plus 3, 18 is plus 4... 20 is plus 5. En alles daartussenin, dat telt niet als een, als een bonus. Andersom weer wel... 9 is al min 1, 7 is min 2, uh, 5 is min 3. Min, en, wat? min wat? Ja, voor, voor wat je rolt. zijn rollen, zeg maar. Dus ja. als, ik, als, ik, als ik iets rol uh, <laughs> ja. en dat is een skill die uitgaat van dexterity. Mm -hmm. um, dan heb jij dus 15, dus dat is plus 2. Want ja. je bent nog niet bij de 16. Uh, en omdat je misschien uh, proficient bent in stealth, krijg je daar nog eens 2 bij. Dus dan is het al plus 4. Uh, nogmaals, dit zijn allemaal dingen die gewoon op je, op je character sheet straks uh, ja. uitgelegd staan. Of niet eens uitgelegd staan. Dan staat er letterlijk van, oké, okay, moet je een stel check rollen? Dan komt daar 4 bij. Uh, moet je dit rollen? Dan komt er plus 3 bij. Of dit bij. Of gaat er dat af? Want als jij ergens min hebt, dan kan het ook wel zijn dat je wat vanaf moet trekken. Um, nou, en dan hebben we nog over... Uh, Constitution is waarschijnlijk dan lager en in Intelligence, want je bent een redelijk slimme kat, is dan 14... Dan heb je nog je achtergrond. Omdat jij. Uh, ja, dat ja, is, uh, ja. Ik ga gewoon props krijgen. Ja. <laughs> Voor het eerst in de geschiedenis <laughs> van GameCube. Dan nog, vanuit jouw <laughs> ras, mag je ergens plus 1 en ergens plus 2. Ja. Nogmaals, wisdom is al je sterkste punt. Dus die wil je gewoon echt buffen to the max. Hmm. 18 heb je plus 4. Dat is wat je wil. Dat is heel hard. Ja. Dat is één ding wat je wil. Op level 1 is dat echt heel zeker. Um, Daarnaast dexterity heb je nu 15. Als je plus 1 hebt, heb je 16. Dan heb je meteen die lekkere bonus. Maar hoe werkt dat dan in de praktijk? Want ik kan me voorstellen dat ik dingen dan eerder begrijp dan de rest. Maar als ik het niet daadwerkelijk echt begrijp. Dan... Je bent gewoon beter in de begrijpskills. Dus zeg maar, jij bent bijvoorbeeld beter als je iets magisch tegenkomt in Arcana. Omdat je gewoon slimmer bent en magie moeilijk is. Mm -hmm. Dus zeg maar, je, je, de, zo zie je uh, bijvoorbeeld met wisdom, uh, is je perception uh, hoger. Dus je, bent, je ziet sneller gewoon wat er, wat, wat, wat er aan de hand is om je heen. Maar dan moet ik dan aan jou vragen eigenlijk. Zeker. Ja, het weer... wordt allemaal een soort van vertaald zeg maar, naar, naar uh, de, de, de wereld die we allemaal in ons hoofd delen. Okay. <laughs> um, als we dan doorgaan naar het volgende stuk. En dit is, dit is meer een soort van de, de, de fijne details van je karakter. Niet per se in uh, hoe die speelt, maar meer van uh, zijn karakteristieken. Um, ja. Heb je natuurlijk wel uh, een language die je mag kiezen. Nou, dat is ook meer iets van, ja, uh, ik kom een boek tegen in deze taal. Weet iemand toevallig, uh, kan dit iemand dit lezen of spreken? Of iemand spreekt je aan met deze taal? Het, maakt het, het geeft het wel flavor, maar ik heb het idee dat... Ik spreek Mao. Dat is deep speech, man. <laughs> <laughs> ja, zeker ja. Ik, ik weet niet hoeveel, hoeveel doe jij daarmee met taal, dat je echt ermee speelt of dat je het, het gebruikt, hangt een beetje van je uh, karakter af. Maar meestal, meestal doe ik het wel in, 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 uh, in mijn wereld. Zeg maar als ik, jullie zitten nu uh, uh, in de plane of fire. Ja. Nou, de, de kans dat daar iemand comment spreekt is, is, is moi. Ze uh, mm, spreken daar uh, uh, primordial. Oh, dat zeg maar de, de, de taal van gewoon. Je ja, kent die steen, toevallig. Uur water. <laughs> zijn dit ook echt talen die uitgewerkt zijn in het universum? Of is het er gewoon in, dit mee? In het van universum het, van, ja. van gewoon DD zelf zijn deze allemaal wel gewoon uh, okay. uitgewerkt. Ja. Maar het wisselt een beetje hoor, want sommige die zijn er weer alleen maar voor. Specifiek de, het universum van Critical Role, sommige zijn er weer specifiek ja. voor andere universum. Ja, oké, okay, maar ze hebben echt daadwerkelijk een grammatica en woorden. En... Nee, nee, nee. Oh, oké, okay. nee, nee, nee. een beetje fantasie. Het is een beetje fantasie, ja. Als jij gewoon een taal wil ontwikkelen voor je kat, die je nee, wil maar alles uitschrijven, niet... vind ik het goed. Ja, maar het is niet Tolkien, <laughs> zeg maar. Het nee, elfers, nee, het is niet zeg maar dat je gewoon nu ook echt daadwerkelijk Elvis gaat praten met elkaar. Ja. Nee dat zou nou, wel vet wel, zijn ja, <laughs> toch raak je gewoon ja. uh, als we dan kijken inderdaad als je verder details van de achtergrond van je karakter um, is het altijd wel vet hè? als je een background hebt uh, ik had net even de te toevallig aanstaan maar dat hoeft niet Um, ja, dat zijn ook weer veel verschillende opties om celebrity, zag ik dat nou staan? Om je kerk er net een beetje extra flavor te geven. Um, zoon kan... van een celebrity is uh, een van de <laughs> ja, Celebrity Scion. Is, uh, ja. Dan ben je zoon van, van, van een wereldberoemde avonturier. <laughs> ja. wat, uh, wat, voor, wat, voor, wat voor type kat ben jij? Ben jij een, een, een beetje een, een eigenheimer? Of ben je een outgoing figuur? Ben je, sta je ergens op? Eigenlijk ben ik een eigenheimer, maar ik ben dus heel, ik doe heel outgoing. Het doet heel aankomen. Misschien ben je wel een charlatan. Ja, je, gewoon oplichten. Ik ben... gewoon ben je moet gewoon oplichten gewoon. Nee, nee, nee. Want ik doe niet, niet expres. Je ja. doet niet om andere dingen. Nee, je mee hebt precies. is totale onwetendheid eigenlijk. Ja. Dus ik zou mezelf. Het is meer een uh, beroep wat je wat je soort van uh, waar, waar je skills vandaan hebt gewonnen. Ben je een field merchant? Nee. nee kan ik kan snel onder. Ka je, want je hebt ook studenten en zo, toch? Ja, dan heb ja, Je de, hebt gewoon een uh, dat zijn, dat zijn cloistered de... one, zeg maar, en je hebt Hermit. En ja, je hebt, um, ja, je hebt die, die, die studenten die je hebt gekozen, daar, daar krijg je extra magie van. Dat is een beetje, sommige backgrounds zijn beter dan ja, andere. Sorry, backgrounds. Ja, ja, <laughs> je hebt meteen even van de beste studenten gekozen vorige keer. So cool student. Ja, de, ja. ja, dat leek me leuk dat ik, dat ik ergens over heel, heel op zo'n kut universiteit heb gestudeerd. Ja, want wat, wat krijg je daar eigenlijk voor extra's uit? Je, een... je krijgt er nog een taal, je krijgt een skill proficiency. Intimidation? intimidation als als skill proficiency. proficiency. Ja, je bent een intimideerde ja, figuur ja. en je, je krijgt de feat Initiate. Uh, uh, oh, Quill Initiative. Uh, initiate. Uh, en daar kan je dan uh, andere spels mee kiezen, maar die, ja. die staat niet aan bij ja. jouw character, geloof ik. Want dat werkt nog niet in D&D Beyond. Nee, nee. nee. <laughs> En als je dan uh, een beetje een, een houvast wil hebben van wat uh, doet mijn karakter? Wat zijn mijn karakters Beweegredenen als je nog niet echt al iets bedacht hebt. Ja. Uh, dan komen hier ook uit rollen een aantal dingen. En dan zou je zelfs nog kunnen zeggen van oké, okay, ik rol een D6. En ik kijk van oké, okay, ik rol een 4. I've mastered the art of using humor as defense. I've always maar had a charming, charming joke ready. Deze 1 en 2 zijn tegenstrijdig, toch? Ja, je kiest er één. Ja, je kiest er één. Hetzelfde geldt voor character uh, details. Oh, je drukt op ad. Hetzelfde ja. okay, cool. geldt voor character details. Mm. Wat voor levensstijl heeft hij? Wat voor geloof heeft hij? Wat voor alignment? Nou, alignment is weer een, een ding op zich. Maar dit bedoel ik een beetje. Gebruik jij dit tegen mij als ik iets doe wat hier tegen in gaat? Of... Ten eerste spelen we het, het spel allemaal samen. Dus ik gebruik het Ja, oké. Okay, maar tegen als ik maar... iets doe wat niet uh, klopt bij mijn karakter, zou je dat dan wel aangeven als. Um, als jij zeg maar echt, echt zelf heel erg duidelijk kiest van: oké, okay, mijn alignment, dus zeg maar uh, uh, hoe goed ik in de wereld sta, mm -hmm. is, is uh, lawful good, bijvoorbeeld. Ja. Mm -hmm. Dus dan ben je, je, probeert gewoon altijd het juiste te doen, maar je volgt ook gewoon de letter van de wet. Mm -hmm. uh, en je gaat vervolgens iedereen doodsteken en, en, en uh, uh, gewoon iets heel anders doen. Bij, dat bij dat is dan in principe ongeloofwaardig, maar dan zou ik je denk ik gewoon in, in, in een existentiële crisis gooien. Oké, okay. uh. dat, dat gaat sowieso gebeuren, denk ik. <laughs> Uh, nou ja, hetzelfde geldt dus ook voor de, de, de characteristics. Uh, er zijn allemaal traits die je kan toevoegen om een beetje houvast te bieden van oké, okay, als ik mijn character ga spelen, dit is een beetje wat zijn persoonlijkheid is. En uh, als ik in bepaalde situaties zit, is het eigenlijk ook wel de bedoeling of grappig als ik me daaraan hou. Als ik ja, echt ja. een fucking... Het is een beetje de regisseur die je rol uitlegt. Ja, als ja, ik echt een, echt een coward ben, dan ga ik niet ineens, oké, okay, ik duik als eerste de strijd in. Dat zou een beetje ongeloofwaardig zijn. Dus dit, dit zijn allemaal houvast dingetjes om, uh, om eigenlijk best wel vlug al een hele persoonlijkheid op te bouwen van een Ja, Kan je dit dan aanpassen? Want kan ik dan bijvoorbeeld inderdaad een keer dat er iets gebeurt en dat ik helemaal een interne dialoog met mezelf ja. heb maar dat uh, is jou. ook wel een monoloog. Ja, dat misschien. is jouw story arc. Dat is, ja. je maakt ja. dingen mee waardoor jij als, ah, als mijn persoon mijn leven ben anders ik wordt. Heel een pussy geweest en nu is het tijd dat ik eigenlijk Misschien, misschien ben ik wel een hele soort van outgoing guy die, die juist halverwege tot zichzelf kijkt en denkt van holy shit, wat, wat, wat ben ik mee ja, bezig? Dat kan ja. natuurlijk ook. En dan, maar kan je dat dan hier ook nog aanpassen? Ja, dat, die, ja, ja. je kan zeggen van uh, uh, ik, ik voeg het toe, maar je kan ook zeggen ik type het zelf uit. Oké. Okay. Uh, ja. En dat geldt zelf trouwens, ook voor je gewoon je hele verhaal. Als ja. jij een heel verhaal wilt typen, dan kan het even kijken bij notes. Kun je gewoon een heel verhaaltje typen over uh, wat, wat je in zijn bij, ja. oh, wat vet. Dus dan. Uh, het begint dat, helemaal leuk te vinden. Kijk, dat <laughs> maakt eigenlijk. Uh, ja, voordat je nog naar equipment gaat. Hier staat dan een soort van standaard equipment. De app geeft je al een soort van. Uh, uh, basic equipment options. Uh, even kijken, hier zie je het. Je hebt ook gewoon zelf. Je, je, je items die je gemaakt zijn voor je goblin. Zie ik er nog tussen staan. Jazeker, pannen, <laughs> ja, zeker. Pannen. Geen pannen staan ze? gemaakt. Mijn <laughs> cast iron pan, Mijn frying pan, Mijn giant wok. <laughs> <laughs> oh, dit kan je ook zelf maken? Ja, ja. ja het kost zeker. dat dan weer ja, geld? Is, nee, dat zijn gewoon ja. letterlijk tekstjes die je toevoegt. Nou. Ja, homebrew is gratis, dus iedereen kan zelf gewoon alle items maken. Ja. Ik heb vanmiddag nog een monster gemaakt voor, 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 de, voor de tabletoppers. Uh. Oh. Ja. Nee. ja, en eigenlijk op basis daarvan ook weer hier, de app geeft je gewoon een soort van overzichtje van dit is, dit is is standaard equipment om toe te voegen. Mm -hmm. uh, en dan aan de hand daarvan heb je eigenlijk al uh, gewoon een, uh, een character sheet. Ja, ik weet niet waarom... Uh, ja, je maar hebt de abilities, abilities nog niet uh, ingevuld. Ik, uh, uh. ik heb geen, uh, geen uh, spels en zo gedaan. Nee, het gaat over het algemeen over abilities als het niet verder gaat. Als jij een, een spellers druid wil zijn... Oh, apply abilities. Ja. excuus. Ja, nou ja. okay, Nu zien wij hier... Wat ik nog? I race class of <laughs> ability <scores. laughs> Wat? Echt vloeiend. Wat heb ik gewist dan? Ja, echt sick. Uh, wat heb ik gemist? Nee, Ja, heb je geweest? hebt een klas. Heb ik, ik heb dit ook al gedaan. Ja, dat ik maakt heb, ook niet ik uit. Ik heb dan. hier dit ook al gedaan. Je hebt geen strength. Heb Total je. strength, inderdaad. Wat? Hoe doet hij dat niet? Okay. Geen idee. Uh, dat was 12. Oké, okay, prima. Ja, nu kan hij weer. Hij heeft gewoon, gewoon je strength gedelete. Hij heeft gewoon mijn fucking strength geletet. Wat een kut app. Ja. ja, en kijk. hier zien we dan Jui's oh. level 1. We zijn inmiddels level 3. Is het dus expres wel... dat het poppetje zo'n grote neus heeft? Uh, dit was, <laughs> <Dat> was mijn <laughs> goblin. Dit is okay. mijn pandragende Jui 2.0. Tabaxi Druid level 1. En hier zie je dus inderdaad hè, wat we zeiden: van oké, okay, je yep, hebt Wisdom, heb je nu uh, plus 4, want dat is 18. Uh, en jouw, uh, hoe heet het? Um, Proficiency modifier is plus 2. Dus maakt hij er hier al plus 6 van? Vraag ik aan jou: van, hé, hey, rol voor mijn insight check. Rol jij D20, tel je dit erbij op. Vraag Je, je kan gaan hey. klikken op de, op, de, op de plus 6. Ook dat, ja. Je kan nu gewoon met digitale dice rollen. 23, hapatee, niks en de hand. Je kan ook rechter knop doen. En dan kan je rollen met advantage. Kijk. Die wist ik zelf niet eens. Kijk. Als je met advantage rolt, dan rol je twee keer. Tering. Um, dan rol je twee keer en dan mag je de hoogste ervan gebruiken. Als je met disadvantage rolt, dan rol je twee keer en dan moet je de laagste gebruiken. Maar dat is in bepaalde... In bepaalde situaties. Ik, ik zeg wanneer dat, wanneer dat gebeurt. Dus ja, mannen ja. dus zegt dan tegen jou van oké, okay, rol van mij een uh, history check met disadvantage. Ah, Jij hebt vorige wel. keer bijvoorbeeld heel veel Guiding Bolt gecast. Dat, dat zorgt ervoor dat, dat uh, een, een mooi lampje blijft hangen boven de vijand. Zodat de volgende persoon met advantage hem kan slaan. Zeg maar. Oké. Okay. En op die manier heb je je eerste eigen karakter gemaakt, jongens. Oh. En uh, van daaruit uh, begint je hele avontuur. Al dan niet homebrew um, maar wel een mooi begin om, uh, al dan niet level 1, of je begint al meteen op level 2. Level 4 is overigens het punt dat je, dat je ook eventueel een feed mag kiezen. Uh, dat is misschien niet iets voor nu, omdat we al drie kwartier bezig zijn. <laughs> um, maar feats geven ook jouw kerker weer een, een extra richting. Je kan je weer ergens in specialiseren. Of je kan juist zeggen van, oké, okay, dit is wat ik nodig heb om, om mijn kerker zo te flavoren dat het echt vet wordt. Als ik even naar mijn eigen toordel kijk, level 4... Uh, kreeg de Tavern Brawler uh, feat. Waardoor hij gewoon één fucking. Uh, unarmed combat beuker werd. Uh, en mensen met hun hoofd over de grond ging slepen en zo. Fucking gruwelijk. Okay. Dus, uh, maar dat komt allemaal nog van jou, want je bent nog geen level 4. Maar je zal zien: level 4 is eigenlijk een beetje een soort van eerstvolgende. Echt, echt een soort van checkpoint waarbij je echt uh, je er weer een bepaalde kant op gaat sturen. Maar ja, je waar maar je zegt... weer echt een soort vrije keuze hebt. Want je, je hebt, daarvoor kan je nog je klasse kiezen, maar ook je subclass kan ja. je kiezen, zeg maar. En ook maar dat is ook weer... echt een heel, heel... Ja. Een, 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 dus, een heel boek om te openen. Dus, resumé. Uh, zoek vrienden die het ook leuk vinden. Zeker goede tip. Koop een uh, basisspel ga het eerste keer dat spelen om te oefenen en te kijken ja, hoe het dat gaat. Dat is wel handig zijn. Ja. En dan kies iemand uit of die het of die het leuk vindt om DM te worden... of zoek iemand die al DM't... want dat is het makkelijkst. En dan ga je met je character naar D&D Beyond... en dan ga je dit allemaal invullen. Met al die invalshoeken die we je gegeven hebben... en die je zelf inmiddels ook wel kan verzinnen... Uh, kom je dan vast tot iets grappigs, leuks, vets... super OP's, weet ik veel. Uh, iets waarmee je uiteindelijk... jouw eigen perfecte mooie character maakt. En uh, ja, het verven daarvan... of het vinden van een mini of wat dan ook... dat is allemaal weer een hele andere wereld... Een wereld waar we overigens op een, in een ander item ook op ingaan. Maar voor nu, uh, dit was de, de character creation. Uh, UI 2.0. Eigenlijk UI 0.5. Want jouw eigen character is al uh, hoger dan dat we hier hebben gemaakt. Um, ja. Maar ik hoop dat dit een, een soort van kleine soort van spark heeft doen oplichten bij iedereen. Die kijkt en uh, die nog niet speelde. Speel je wel, dan ben ik gewoon heel benieuwd. Wat zijn jouw. Invalshoeken waarmee je een kerk te maakt. Uh, heb jij zoiets van oké, okay, ik wil hem echt geoptimaliseerd hebben. Of ik wil juist iets wat verhaaltechnisch heel grappig of leuk is. Of iets wat heel erg uh, past of, of, of lijkt op iets wat je al kent van iets anders. Laat het weten in die comments. En natuurlijk uh, kom ook lekker gezellig langs in die Discord hobby chat. Want daar chillen we met z'n allen. Laten we elkaars werkjes zien. Laten we zien waar we mee bezig zijn. En dan kun je al je vragen ook stellen aan iedereen die er ook heel veel verstand van heeft. Dus geniet ervan. En tot snel.